Willem Jansen, 50 jaar FC Utrecht. Wat is het eerste waar je aan moet denken? Zo. Het eerste van mij is dat ik trots ben om onderdeel te zijn van de club. En dat het heel bijzonder is om zo'n jubileumjaar te beleven eigenlijk. Ja, het was wel een bijzonder jaar, zeker voor jou. Natuurlijk een lange tijd aan de zijlijn gestaan met de blessure. Toen ook nog de hele coronatoestand eroverheen. Ja, dus feitelijk heb ik helemaal niet zo lang langs de kant gestaan. Want inderdaad, door die coronacrisis heb ik eigenlijk weinig wedstrijden gemist. Maar inderdaad, het voelt nu wel. Ik heb wel heel veel zin om weer volgend seizoen te kunnen beginnen. En ik hoop er zo snel mogelijk weer bij te kunnen zijn. Ja, want jullie kijken natuurlijk een beetje vooruit. Jij als aanvoerder ook. Denk je dat deze selectie een beetje bij elkaar te houden is? En zijn jongens zoals Kerk voor FC Utrecht te behouden, denk je? Goed. De markt die gaat natuurlijk heel raar zijn, denk ik, dit seizoen. Maar het voordeel is denk ik daarin wel dat clubs natuurlijk klappen hebben gekregen. En we hebben natuurlijk het verhaal gehoord ook dat de club er Utrecht er heel goed voor staat financieel. Dus dat er geen noodzaak is om spelers te verkopen om zo geld vrij te krijgen. Dus dat is een heel goed verhaal. En aan de andere kant, als je dan de hoofdprijs krijgt, dan biedt dat natuurlijk weer veel mogelijkheden om eventueel door te investeren. Maar ik heb zo'n gevoel dat we dit wel nog een jaar bij elkaar kunnen houden. Omdat heel veel positiviteit heerst en de selectie ook. Dat iedereen juist dit jaar ook, bijzonder jaar voor Utrecht natuurlijk, om juist dit jaar te willen beleven en mooie dingen te gaan doen. Eerst kwam Nike als shirtsponsor en nu is T-Mobile erbij gekomen. Wat vind je van het nieuwe jubileumshirt? Ja, ik vind het echt heel tof. Wat je zegt, vorig jaar hadden we met Nike natuurlijk al, iedereen was heel enthousiast. Ja, T-Mobile ook, als je dat ziet nu op het shirt, dat ziet er gewoon echt gelikt uit. En dan terug naar de oude stijl, het eerste jubileumshirt of het eerste shirt van FC Utrecht in 1970. Ja, ik vind het heel, heel tof en ook al heel veel zin om daar het seizoen mee in te gaan. Tot slot, komend seizoen sta je misschien wel tegen Arjen Robben in het veld. Ja. Heb je nou wel eens gedacht van dat was eigenlijk wel leuk geweest als Wesley Sneijder bij ons nog een jaartje mee had gedaan? Ja, Wesley, dat was 2-3 jaar geleden, was al een beetje. Werd Wesley al in verband gebracht met de club. Volgens mij is hij definitief gestopt. We zien hem vaker in het stadion. Arjen Robben is fantastisch. Ik heb het geluk ook mogen hebben om nog tegen Van Persie te spelen, tegen Kuyt die terugkwam. Ja, dat zijn toch, daar kijk je toch ook naar uit, naar dat soort duels. Vooral met Van Persie ook heb je ervaren als directe tegenstander, wat voor kwaliteit die speler nog heeft. En dat zal met Arjen Robben het hetzelfde zijn. Dus dat is mooi voor de Eredivisie, ook mooi voor ons als persoonlijke speler, om dat soort spelers nog te kunnen spelen. Zeker.